bij de Masters of Luxury voor alweer de 13e keer. En we gaan een kijkje nemen op de stand van Gaston Diamonds van maar liefst 1000 vierkante meter. De voorbereiding voor zo'n show als deze, die ook voor ons gigantisch is, die begint eigenlijk al in januari. Dus daar zijn we gewoon een vol jaar mee bezig. We gaan eerst eens even kijken bij de collectie van Choices by DL. Het is mijn eigen ontworpen collectie. We hebben heel veel verschillende nieuwe modellen. Dit jaar hebben we ook een stomer in de Choices stand. Een hele uitgebreide collectie met verschillende kleuren edelstenen. Maar helaas is de stomer zelf niet meer te zien. Helemaal bedekt met champagne. Ja, waar we enorm trots op zijn is dat wij dit jaar een samenwerking hebben met het Nederlandse merk Christian van der Klauw. Het is ook een merk wat in Zwitserland heel veel aanzien heeft. Ze zijn de eerste ter wereld geweest die een maanstand hebben gemaakt, maar echt een echte maan in het uurwerk. Daar hebben ze nu een limited edition voor ons op gemaakt. Als het volle maan is, zie je witte diamanten. Hoe minder de maan wordt, hoe meer zwarte diamanten je ziet. Dan hier de Rolex stand. Met uiteraard alle nieuwe modellen. We hebben ook dit jaar tijdens de Masters of Luxury een hele bijzondere klok. Voor maar liefst 14 karaat goud. En wat zo mooi is aan deze klok is dat het niet een gewone klok is, maar de tijd wordt met woorden aangegeven. Nog nooit eerder is zoiets moois gemaakt. Ja, toch wel een van de echte pronkstukken die we hier hebben is een waanzinnig collier. Volgezet met onze eigen diamanten, de Gaston 121. En dat is eigenlijk wel het meest spectaculaire stuk wat hier vanavond ligt. Dan hebben we hier een heel exclusief parelmerk, Utopia. Wat je normaal gesproken van de parels gewend bent, dat doen zij absoluut niet. Zij maken echt juwelen met parels. Hier een prachtige stand van het merk Omega. Zeer mooie modellen ook voor de dames. In zowel roze goud, wit goud als geel goud. Dan hebben we hier een merk wat vooral de Russen enorm aanspreekt. Dat is het merk Carrera y Carrera. Voornamelijk in geel goud, weinig wit en weinig roze goud. Vooral heel gematteerd goud. Hier zijn ook zeer exclusieve juwelen te zien van het juwelenmerk de Grisomeno. Zij maken niet alleen juwelen, maar ook horloges. Maar mijn persoonlijke voorkeur zijn toch wel deze prachtige oorbellen bij een mooie avondjurk. De Master of Luxury van ons is echt een hele belangrijke beurs. Om te laten zien wie wij zijn, waar wij voor staan. En dat een echte ziel in ons bedrijf zit. Dat is eigenlijk de familie. Nou, je ziet het wel. Genoeg te doen hier in de stand. Ik ga weer terug aan de slag en ik hoop jullie snel weer te zien. Bedankt.